Hallo iedereen en tof dat je er opnieuw bij wil zijn. Voor we van start gaan, eventjes heel kort iets over mindfulness en meditatie. Je hoort steeds meer en meer mensen praten over mindfulness, meditatie. Is dat nu hetzelfde of toch niet? Wel, heel simpel uitgelegd, mindfulness is je bevinden gedurende de dag in het hier en het nu. Je weet heel goed waar je mee bezig bent. Je weet waarom je iets doet en wat de gevolgen ervan kunnen zijn. Je bent gefocust. Toch doe je evenveel op het einde van de rit dan dat je zou gedaan hebben wanneer je niet mindful door de dag gaat. Dat wil niet zeggen omdat je gefocust bent op één ding na elkaar, hè, dat je minder doet of dat je trager bent, integendeel. Nu, meditatie is je bevinden in het hier en het nu, maar met je ogen gesloten. Je geeft je bewustzijn de kans om tot rust te komen, om eigenlijk al de gedachten in je hoofd te laten bezinken. Je gaat ook minder denken, waardoor dat je je bewustzijn de kans geeft om zich te verfrissen, om als het ware te ontwaken. Veel mensen krijgen ook meer inzichten wanneer ze een tijdje hebben gemediteerd. Iets anders dat meditatie ook doet, is je intuïtie versterken, je buikgevoel volgen. Waardoor dat je bewuster ook keuzes kunt maken en waardoor dat je ook, wanneer je innerlijke stemmen hebt, dat je beter kan die ook beter kan plaatsen en beter kunt selecteren van welke gedachten zijn er goed voor mij en welke niet. Wat brengt er mij vooruit en wat houdt er mij tegen? Er was iemand die ooit tegen me zei, mediteren doe je op twee manieren. Je doet het met je ogen open en je doet het met je ogen gesloten. En wat hij bedoelde was van, kijk, wanneer je mindful bent, dan ben je eigenlijk op een manier ook aan het mediteren, maar dan met je ogen open. Dat is heel kort samengevat wat meditatie en mindfulness wat die zijn. Goed, dan gaan we maar samen eens mediteren. Je mag je daarvoor in een positie zetten waar je van denkt, hier kan ik een tijdje inzitten. Nu, je kan je positie altijd veranderen gedurende de meditatie. Het wil niet zeggen dat je, wanneer je mediteert, dat je heel stijf en bijna verkrampt moet blijven zitten. Want lichamelijke pijntjes zijn toch wel een van de grootste oorzaak van afleidingen tijdens het mediteren. Goed, we hebben een rechte rug, onze schouders zijn ook recht. En wanneer je er klaar voor bent, dan mag je heel rustig en op het gemak, mag je je ogen langzaam laten toevallen. Je mag alleen eens diep in- en uitademen. Je zit heel ontspannen. En je oogleden zijn toegevallen alsof je in slaap zou vallen. Heel relaxed. Voel al de spieren rondom je ogen, hoe ze zich ontspannen. Heel rustig. En voel ook de rest van je spieren, van je aangezicht, je voorhoofd, je kaken, de spieren rondom je mond. Heel je aangezicht voelt heel ontspannen aan. We gaan ook de rest van ons lichaam eventjes
ontspannen van het topje van ons hoofd tot de topjes van onze tenen. Ga even met je aandacht naar het topje van je hoofd. Ga langzaam naar beneden, langs je achterhoofd. Je nek, je schouders. Je armen, ellebogen. Je polsen. Je handen en je vingers en de topjes van je vingers. Voel hoe alles zich ontspant. Adem gerust nog eens diep in en uit. En voel hoe je rug zich ontspant en ook je heupen en je benen, je knieën. Je hielen, je voeten, je tenen en de topjes van je tenen. Voel ook hoe vanuit het binnen van je lichaam zich een soort van rust verspreidt. Hoe je lichaam ook van binnenuit zich ontspant. Van binnen naar buiten. Misschien voelt je lichaam ook heel leeg aan. Een leegte die zich ook verspreidt over heel je lichaam. Het voelt aan alsof je niks in je lichaam hebt, geen organen of bloed of beenderen, gewoon een leeg lichaam. Je mag ten alle tijde nog eens diep in en uit ademen. In langs je neus en uit langs je mond en voel hoe verfrissende lucht en energie je lichaam binnenkomt. Ook positiviteit komt je lichaam binnen, samen met die nieuwe lucht. En we ademen langs de mond uit en samen met de oude lucht ademen we ook zorgen of gedachten of gevoelens uit. Die hoeven we nu ook even allemaal niet te hebben. Dit is eventjes tijd voor onszelf. Dus hoeven we ons niet te laten afleiden. Door niks of niemand. We zijn hier helemaal alleen. En voel ook een leegte. In de ruimte rondom jou. Geen spullen, geen meubels, ook geen mensen. Enkel een lege ruimte. Een hele grote ruimte. Immens groot. Voor jou, achter jou, opzij van jou, boven jou, onder jou. Geen muren, geen plafond. Een gevoel van vrijheid.
enige dat je ziet is een horizon. Misschien bevind je je op een strand, in een veld of in de bergen, op het topje van een berg waar je aan het genieten bent. Misschien voel je een zachte bries en voel je een zonnestraal. Dit is eventjes een kostbaar moment voor jezelf. Het is alsof de leegte in je lichaam groter wordt. En dat je één wordt met de omgeving rondom jou. Alsof de contouren van je lichaam heel vaag worden. En dat je één wordt met het geheel. En toch voel je jezelf aanwezig in de ruimte rondom jou. Jij bevindt je op een centrale plaats in deze ruimte, in het centrum van deze plaats. Adem nog eens diep in langs je neus, heel zacht, heel diep. En heel traag. En volg je adem hoe die heel langzaam naar beneden gaat in je lichaam. En voel ook hoe deze adem zich keert in het midden van je buik. Dit keerpunt is een heel belangrijke plaats. Dit is het centrum van je lichaam. Je hoeft deze plaats niet precies te lokaliseren. Je hoeft ook niks te analyseren of te controleren. Vertrouw op je gevoel. En laat je gaan en geef je over aan dit gevoel. Het is een mooi gevoel. Het enige wat jij hoeft te doen tijdens deze meditatie is observeren. En zeker niet te willen controleren. Observeer elke ervaring of elk gevoel en geniet gewoon. Adem nog eens diep in en uit en probeer eens met je aandacht in het midden van je buik te blijven, op het keerpunt van je adem. Alsof je je adem gebruikt als een vervoersmiddel om tot in het midden van je buik te geraken. Een boot die je neemt naar het midden van je buik. En eens aangekomen, stap je uit en laat je je boot en je ademhaling, of de focus op je ademhaling, laat je los. Je bent gearriveerd in de thuishaven van je bewustzijn.
wanneer je aandacht in het midden van je buik zich bevindt, kan je bewustzijn ook connecteren met deze plaats, met zijn thuishaven, met de plaats waar je bewustzijn tot rust kan komen en zich kan verfrissen. Voel hoe deze lege middenruimte in jouw lichaam zich opvult met nieuwe lucht, maar ook met positiviteit, met een nieuwe energie. En opnieuw lijkt het alsof deze positiviteit zich verspreidt vanuit het midden van je lichaam over de rest van je lijf. De leegte die je daarnet voelde, wordt nu opgevuld met positieve energie. Alsof een innerlijke kracht gevoed wordt met positiviteit. En je hoeft niks te doen. Sommige mensen vinden het ook aangenaam om zich een heldere sfeer voor te stellen. Een heldere sfeer die zich bevindt op het keerpunt van je adem, in het midden van je buik. Een heldere sfeer zoals een volle maan, of een zon of een zeepbel. Een kristallenbol, een mooie, egale, ronde sfeer, een heldere sfeer. Je kan deze sfeer onmiddellijk in het midden van je buik voelen, de helderheid in het midden van je lichaam. Wanneer dit wat moeilijk lijkt, kan je je de sfeer ook voorstellen net voor jou. Je hoeft dit voorwerp niet te zien fysiek met je ogen. Je stelt je deze sfeer gewoon voor door te visualiseren. En je nodigt deze sfeer als het ware uit om binnen in je lichaam te komen. En het komt heel langzaam binnen in je hoofd. En dan kan je gebruik maken van je ademhaling. Of je kan je voorstellen dat je deze sfeer inslikt.
En dan laat je de helderheid van deze sfeer heel langzaam langs je strottenhoofd, je borststreek, heel langzaam naar beneden zakken. Durf gerust nog eens diep in en uit te ademen. Om als het ware deze heldere sfeer naar beneden te begeleiden. En dan komt deze sfeer geleidelijk aan aan het eindpunt. En ook hier laat je deze sfeer rusten. Je kan ook je bewustzijn laten connecteren met deze helderheid. Een leegte gevuld met positieve energie en met helderheid. Het kan zich verspreiden over je hele lichaam, maar ook daarbuiten. Opnieuw kan het lijken alsof de contouren van je lichaam vervagen. En ook de ruimte rondom jou wordt helder. Wanneer je toch nog zou afgeleid worden van bepaalde gedachten, dan hoef je die zeker niet weg te duwen of je daarin te gaan ergeren. Je laat deze gewoon passeren. Alsof je op een trein zit en door het raam naar buiten kijkt. Maar je stapt niet uit. Blijf gewoon zitten op je gemak en je observeert. En dan plaats je je gedachten op een wolk en laat je die gewoon wegdrijven. Meegedreven door de wind. En dan verdwijnen de wolken vanzelf. Tijdens een meditatie is het niet nodig om na te denken. Daar hebben we later nog tijd genoeg voor. Het is nu de bedoeling om jezelf even tot rust te laten komen. Geconcentreerd en gerelaxeerd.
dan gaan we ook nog even gebruik maken van de techniek van de mantra. De twee neutrale, positieve woorden uit de oude taal Pali, de woorden sama arham. Ze betekenen de juiste manier om het bewustzijn te zuiveren. En dat is ook hetgene wat we nu aan het doen zijn. Je hoeft deze woorden niet luidop te reciteren. Je bent niet de zanger, maar je bent de luisteraar van deze woorden. En voel hoe uit het midden van je lichaam de vibraties van de tonen zich verspreiden over heel je lichaam. Zoals concentrische cirkels. Het lijkt wel alsof je een steentje in stilstaand water gooit en dat de kringen in het water, zoals concentrische cirkels, zich verspreiden over het water. Sama araham. Sama araham. Sama araham. Nu ons lichaam volledig is opgevuld met leegte, met positiviteit, met helderheid, kunnen we deze innerlijke kracht wel gebruiken om onszelf even te versterken. Eventjes onszelf geluk toe te wensen. Mag ik gelukkig zijn zonder zorgen en zonder lijden? Vanuit jezelf kan je deze liefdevolle vriendelijkheid ook verspreiden. Je kan deze verspreiden naar de mensen die je nauw aan het hart liggen. Je gezin of je familie, je vrienden,
mogen ook zij gelukkig zijn en vrij van zorgen. Je kan deze energie ook delen met mensen die je niet zo goed kent, met kennissen, mensen uit de straat, met je buren. Of met collega's. Je hebt genoeg positiviteit om te delen. Mogen ook zij allemaal gelukkig zijn. Vrij van zorgen. Je kan je positiviteit ook delen met mensen die je niet kent. Mensen uit je dorp of je stad waar je woont. Mensen van België of van Europa of zelfs de wereld. Of zelfs het universum. Iedereen heeft het recht om gelukkig te zijn. En ook op een zuiver bewustzijn. Wees je ook even bewust van dit mooie gevoel en het gevoel die je had tijdens de meditatie. Weet dat je ook na steeds kan terugkeren naar dit gevoel en naar het centrum van je lichaam. Je kan zelfs naar het centrum terugkeren. Gedurende de dag met je ogen open. Ongeforceerd. We komen nu heel geleidelijk aan. Aan het einde van deze meditatie. Word je heel rustig en op het gemak, word je opnieuw bewust van de ruimte rondom jou. De muren, het plafond, de spulletjes, de meubels. Maar toch behoud je het gevoel van vrijheid. Word je ook bewust van je lichaam, je romp, je ledematen en je hoofd. Voel hoe je lichaam als het ware opnieuw ontwaakt. Je mag dan gerust ook al een beetje bewegen. En wanneer je er klaar voor bent, dan mag je ogen heel rustig, mag je die opnieuw openen. Zo, dat was het voor deze week. Hopelijk vond je het aangenaam. En dan
nodig ik je graag opnieuw uit. Volgende week. Dag.